moet je zien hoe mooi het wordt. Echt een soort van weefsel van Zuidoost, vind ik het. Ik sta hier in de kazerne in Reigersbos in Zuidoost. En achter mij ligt een heel bijzonder kleed dat je binnenkort vaker in de stad gaat zien. Laten we eens naar binnen gaan. Afgelopen zaterdag lanceerde kunstcollectief Cinestate een nieuw project. Buurtbewoners konden een kleed doneren aan het Grote Kleed van Amsterdam, waarop allerlei culturele activiteiten georganiseerd zullen worden. Het gaat voornamelijk om het verbinden van nationaliteiten, van individuen, van culturen. In oktober 2025 viert Amsterdam haar 750ste verjaardag. En het leek mij heel mooi om daar aan mee te doen, aan bij te dragen. Dat wordt een reizend kleed. En we zijn nog op zoek naar kleden. En dat mogen culturele kleden zijn, dus zelfgemaakte kleden, gekochte kleden, het persoonlijk verhaal, picknickkleden. Alle kleden zijn welkom. Wat vind je leuk hier? De henna. Wat is henna? Je hebt het nu op je hand zitten, toch? Ja. Kan je het eens laten zien? Zijn hier vaak zulke evenementen in de buurt voor de mensen die hier wonen? Niet heel vaak, maar soms is hier ook wel iets waar ik naartoe ga. Ja, ze zijn er wel. Bijvoorbeeld bij de bibliotheek. En hier heb ik één keer iets eerder gedaan. Wie ben jij en wat doe je hier? Ik ben Olivia. Ik geef een workshop met een heel groot weefraam. Wat gaat dit uiteindelijk worden? De bedoeling is dat iedereen meedoet. Dat het een gezamenlijk werkstuk wordt met allemaal verschillende garens en verschillende stofsoorten. Dus ik weet niet hoe iedereen het gaat invullen, dat mogen ze zelf weten. Wat een zalig geluid. Ja, het is wel satisfying. Alrighty. Nee, dit kost... Nee. Het kost tijd. Echt een soort van weefsel van Zuidoost, vind ik het. Ook de Bijlmer Bookstore is vandaag aanwezig. Alle boeken die zij verkopen zijn geschreven door auteurs van kleur. Wat hopen jullie hier aan bij te dragen? Dat mensen de diversiteit aan boeken zien. Dat ze gewoon de boeken kunnen inkijken, een leuk praatje maken, leuke andere activiteiten doen. En ons gezicht ook een beetje laten zien dat we er zijn. En we zouden het kleed straks meer in de stad moeten gaan zien. Waar kunnen we het kleed verwachten? We hebben een aantal locaties in gedachten. Maar dat is afhankelijk nog van subsidie. Maar dat het kleed eerst nog even mag groeien, dat is zeker. Heb je thuis nog een kleed liggen? Neem het mee en wees onderdeel van het Cinestate kleed. Zeker, ja, zo zou ik het ook willen zeggen. Ja. Dankjewel, Nicole.